Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en ja, ik weet, het heeft lang geduurd. Economisch herstel, maar het is er en de economie gaat momenteel als echt nooit tevoren. Wat daar natuurlijk van profiteert, de bouwsector, die gaat ook als nooit tevoren. En dat betekent dat er heel veel bouwbedrijven nieuwe voertuigen nodig hebben. Nou, dat komt goed uit, want we zijn hier bij Mercedes-Benz op de AROX Performance Days. Als je dan eenmaal in het terrein bent, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk tractie hebben. En de AROX, dat had hij al, maar dat kunnen we hier nog eens lekker uitproberen, heeft Hydraulic Auxiliary Drive. Dus extra kracht op de voorwielen om, als je in het terrein extra power nodig hebt, extra tractie, dan kunnen de voorwielen je een beetje helpen. Niet als je volgeladen bent, zoals wij nu, maar vooral als je leeg bent en je dus heel weinig tractie hebt door je gewicht. De AROX heeft dus een heleboel features die de Actros al had. Een daarvan is heel handig als je op asfalt rijdt, zoals ik nu doe. Dat is Predictive Powertrain Control. Dan zie je gewoon de auto ziet vooruit en past daarop zijn rijgedrag aan. En de schakelkarakteristiek, en dat is gewoon bewezen goed voor de brandstof. Opnieuw op de AROX is Sideguard Assist. Dat ken je natuurlijk al van de Actros. Heel handig om dode hoekongevallen te voorkomen. Die gebeuren ook met bouwtrucks en zeker in stedelijk gebied. Maar je kan zo'n Sideguard Assist natuurlijk ook gebruiken in het terrein bij het manoeuvreren. Best veilig. Met de AROX met de turbo retarder koppeling omhoog. Dan kun je dus heel langzaam met het gaspedaal kan je dus die auto omhoog laten kruipen, echt met soms met een halve kilometer per uur. En dat gaan we nu dus ook naar beneden doen. Prachtig apparaat dus, die turbo retarder koppeling. Daar heb je veel aan. Maar hij kost wel 10.000 euro duurder dan gewone retarder. Gewone retarder is al 10.000 euro. Deze turbo retarder koppeling nog eens 10.000 euro. Dus dat is eigenlijk gewoon 20.000 euro wat je extra uit moet geven voor dit apparaat. Moet je zelf beslissen of je dat wil.
rondje met de Arox, deze 8x4, 428 pk met alle hulpmiddelen wat je maar verzinnen kan, dat zit er allemaal op. Wat ook nieuw is, en dat had je misschien nog niet gezien, is dat de cabine met het klassieke dak, de Classic Roof, nu ook wat lager is. Het is er in twee varianten met 100 mm of zelfs met 280 mm als je de OM470 hebt, zoals in deze auto. Ik dank je wel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Geef een duimpje als je het leuk vond. En wil je nog meer vlogjes zien, dan moet je je abonneren. Dat is hartstikke gratis. En dat kan door te klikken op het logo rechtsonder in beeld. Ik zie je graag een volgende keer. Hoi!